En dan nog maar eens snel door, want hij gaat ook zelf snel door. Dus de volgende versen, geen nieuwe grammatica, procedo. Ik ga voort en reviso en ik bezoek opnieuw. Nou, wat bezoek ik opnieuw? Twee keer een accusatief is de sedes en de archem. Genitief is priami. De zetels, dus het paleis, en de burcht van Priamus. Dus ik bezoek opnieuw het paleis van Priamus en de burcht. Maar, er is al iets aan de hand, want hier staat geen werkwoord nog in. Hier staat geen werkwoord nog in, want dit hele vers is onderwerp. Je ziet het aan Phoenix en Ulixes, allebei nominatives. Adservaband is mijn werkwoord. Zij bewaakten reeds. En zij bewaakten reeds. Nou, hier komt dan dat onderwerp wat ik al net zei. Phoenix, Phoenix en de Dirus Ulixes. De uitgekozen bewakers Phoenix en de vrede Odysseus. Dirus staat heel vaak bij Ulixes, als de vrede Ulixes, is dus een soort epitheton ornans. Een soort woord, een bijvoeglijk naamwoord, dat vast bij een bepaald iemand geplaatst wordt, net zoals Homerus dat deed. Bij Homerus is Odysseus vaak polytropon, dus listig. Nou, hier is die Dirus vreed. En de uitgekozen bewakers Phoenix en de vrede Ulixes bewaakten reeds. En dan heb ik hier de praedam als accusatiefes onderwerp, de buit. Nou, waar deden ze dat? Dat deden ze porticibus vacuis asilo. Dus in de vacuis porticibus, in de lege zuilengalerie, galerijen. Porticus komt het van. In de tempel, in het asylum, in de tempel Junonis van Juno. En in de lege zuilengalerijen, in de tempel van Juno, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, wat dan? Hoek undique Troia Gaza incensis erepta aditis, nog steeds geen werkwoord. Mensaeque deorum crateres. Auro solidi captiva aqua vestis congeritur. Congeritur is hier mijn werkwoord. Er wordt samengebracht. Undique betekent van alle kanten. En hoek hierheen. Dus hierheen wordt van alle kanten iets samengebracht. En dat is een opsomming van al deze dingen die hier tussendoor staat. Dat is enkelvoud en meervoud door elkaar heen. Maar uiteindelijk is het werkwoord enkelvoud, omdat dat zich aanpast aan die laatste captiva vestis. Of misschien zelfs wel aan deze eerste Troja Gaza, de Trojaanse stad. Dus waar hier de puntjes staan, daar moet je uiteindelijk dat onderwerp wat nou komt neerzetten. Dus de Trojaanse schat wordt samengebracht. En die Trojaanse schat, daar hoort bij erepta, geroofd, waaruit? Uit de incensis aditis, uit de aangestoken tempels. Aan de aangestoken tempels ontroofde, dat kan ook. Schat van Troje. En de mensae deorum. En, hier heb je meervoud dus, de tafels van de goden. En dan ook nog eens een keer de kraters, dat is een Grieks woord eigenlijk, hè, de mengvaten, waar de wijn in vermengd wordt. Want die wordt niet puur gedronken, maar vermengd. En de van goud, of door goud, dit had ook turquoise mogen zijn. En de door goud massieve mengvaten. En het captiva vestis. En het buitgemaakte kleed. Dus enkelvoud in plaats van meervoud kleding. De buitgemaakte kleding wordt samengebracht. Dus het is nogal wat. De Trojaanse schat, de tafels van de goden, de mengvaten en het buitgemaakte kleed. En pueri et pavidae longo ordine matres. Pueri nominativus, pavidae matres nominativus. Dus hier stand, meervoud, die zij staan rondom. Dus de jongens en de angstige moeders
staan in een lange rij rondom. Dus die hele plundering van de stad wordt in deze versen samengebald. Oh jee, hoe gaat het aflopen? We gaan zo weer verder.